no beat that can keep you lonely. No, no beat that can keep you lonely. No, no beat that can keep you lonely. No, no beat. No, this divorce that never did come. Volgens mij is dit toilet ook voor vrouwen. Dit is ook voor vrouwen, dus we mogen er allebei heen nemen, hoor. Jee. Ja. Laten we eens gaan kijken waar het over gaat. Ja, ook. Die zijn echt net geschreven. Dit gedicht heet Carnaval de Rock'n'Roll. De gipsolul van Tom Jones, die je met een elastiek bovenop je hoofd kunt binden, die heb ik helaas net verkocht. Maar ik heb nog wel twee originele pakken droge Bami van Yoko Ono. Gezamenlijke herinneringen op. En voor je het weet is er weer een decennium voorbij waarmee je mee samen dan alleen hebt meegemaakt. Nou, zou je misschien kunnen vertellen aan de kunstbende kijkers van waar ze u misschien van kunnen kennen? Ze zouden mij kunnen kennen van een volkomen mislukte carrière in het honkbal. Zij zouden mij kunnen kennen als de man die altijd achteraan stond in alle groentewinkels, omdat hij doodsbang was om te zeggen ik was eerder. Ze zouden me kunnen kennen, zeg maar, uit deze sfeer, zeg maar, als een doodsbang jongetje die altijd net geen haakje meer had als hij zo'n jas wilde ophangen. En ze zouden me ook kunnen kennen, maar dat is zeer onwaarschijnlijk, van de wereld draait door. Maar daar krijg je een rol naar. Dus, Oh, ja. Dat en, denk ik niet. Ja, waarschijnlijk niet. Nee. Maar wat voor doelgroep probeert u te bereiken met deze voorstelling? Ik denk niet in doelgroepen. Iedereen mag komen. Dat is serieus. Dat is gewoon, als je daaraan gaat denken, aan doelgroepen, dan ben je wat, zeg maar, wat mij betreft, ben je dan verloren. Daar hebben we geen seconde aan gedacht. Dit is gewoon, je hebt het gezien toch? Je bent geweest, ja. Was net. Ja, dat is, volgens mij zit de voorstelling gewoon van vijf vrienden bij elkaar. En die staan lekker te spelen en die doen wat ze het liefste willen, verhaaltjes voorlezen en muziek maken en gedichten schrijven. En zo direct weer heel rock'n'roll met z'n allen in de auto richting Amsterdam weer met een zak chips en een gehaktstaaf. Dat is eigenlijk, als je het over een doel hebt, dan is het die gehaktstaaf uiteindelijk. Daar doe je het allemaal voor. En ik zag ook tijdens de voorstelling filmen dat de teksten vooral van papier worden opgelezen. En ja. Is dat omdat ze elke keer anders zijn? Of? Voor een groot gedeelte wel. Maar ik vind ook, Leon en ik zijn geen toneelmensen. Ik zou het heel raar vinden als ik opkom en ga tapdansen. Of als ik zeg maar gewoon, als ik me iets voel, dan is het een schrijver. Dus waar je naartoe komt volgens mij, als ik denk dat mensen die een kaartje kopen voor Nico Dijkshoorn en Leo Verdonschot, kopen een kaartje voor twee mensen die boeken schrijven of gedichten schrijven. En dan heb je mazzel, zeg maar, dat wij dan ook nog gewoon een beetje muziek erbij kunnen maken en het leuk vinden om het voor te lezen. Maar ik vind bijvoorbeeld Jules Deelde of andere mensen die gaan in het theater alles uit hun hoofd doen, daar heb ik niet zoveel mee. Dat vind ik gekunsteld. Wij doen gewoon wat we normaal ook doen, alleen met wat meer toestanden eromheen. Ja. En waar bent u eerder mee begonnen? Met of poëzie of met muziek? Muziek. Muziek. Bijna 25 jaar eerder. Oh. Ik maak al met Herman, de drummer, die je ook de hele avond hebt gezien, maak ik al bijna 30 jaar muziek. Oh, dat is aardig lang. Dus schrijven doe ik pas een jaar of 10. Dus het is veel langer. Is dit wel eens gehad met het schrijven, bijvoorbeeld wat we net ook zagen, dat u zo live een gedicht schrijft voor iemand, dat er echt gewoon niks uit kwam? Nee. Nee. Oh. Nee, dat heb ik nooit. Het is bij mij eerder, ik heb het omgekeerde, dat ik moet, ik heb eigenlijk altijd te veel. Het is echt zo, ja, weet je wel, ja. Het is ook wel goed, een schrapje, ja, dan slechte dingen en dan blijft er gewoon, nee. Nee, ik heb het nog niet gehad. Ik denk als je daarover na gaat denken, dat het pas echt fout gaat.
En heeft hij ook wel eens gehad dat het publiek echt niet mee wou komen met de liedjes? Met de liedjes niet. Ik heb het wel regelmatig bij de wereld draait door, bijvoorbeeld met gedichten. Dat moet je maar geloven, dat vind ik de spannendste momenten. Weet je, als mensen alleen maar gewoon gieren en helpen, zeg maar, helemaal niet meer kritisch. Al beginnen te lachen als, weet je wel, als je begint te praten, daar heb ik niks mee. Ik vind het wel fijn als het een beetje ongemakkelijk wordt, alsof het helemaal stilvalt. Dat zijn voor mij de dierbaarste momenten. Ja. En op het voltje staat literair of rock'n'roll. En over de rock'n'roll, wat is nou het meest seks, drugs en rock'n'roll wat u in uw leven heeft meegemaakt? Wat ik met dit toeren, met een band, ik heb met de Hang 5, dat is mijn band. Dat is mijn band, natuurlijk onze band. Dat is de Fred, de bassist en Herman de drummer. Dat is normaal mijn bandje. Nou, je speelt alleen in kroegen. En dan zit je gewoon een stapje s'avonds om een uur of één, stap je weer in je auto en je eet een broodje shawarma en dan ga je weer naar huis. Maar nu zijn we echt gewoon 3 maanden on the road. We zijn gewoon alleen, weet je wel, deze week 2 keer naar Limburg gereden. Morgen, even kijken, zaterdag in Zoetermeer en zo. Dus dit is gewoon, zeg maar, onderweg zijn. Zelfs met z'n 5 in dezelfde zweetlucht zitten in een auto, dat heb ik nog niet. Dat is voor mij, dit is het meest rock'n'roll wat ik. Ja, dat is rock'n'roll, ja. En is er ook nog echt een zaal waar je naar uitkijkt waar je nog binnenkort gaat spelen? Nee, ik heb dat niet zo. Ik vind iedere pauze. Ik vind iedere zaal even leuk. Ik kwam hier vanmiddag binnen bij van Six, die school. Het is helemaal goed. Je komt gewoon als volwassene bijna nooit meer in de school, alleen bij ouderavond. Zit je altijd tussen een klein stoeltje. Maar het is. We spelen wel in. Ja, als ik dan, weet je wel, als ik er één moet verbijzonderen, dan verheug ik me wel heel erg op de kleine komedie in Amsterdam. Dat is wel een soort van tempel. Weet je wel, dat is toch. Ik heb er al 1 keer gestaan met hard gras. Dat is helemaal te gek. Maar dat komt ook omdat ik zoals je hoort uit Amsterdam kom. Als er nog 1 ding was dat u zou kunnen meegeven aan de kunstbende, onze jonge talenten, om nooit door te breken. Scheid aan faalangst. Nooit bang zijn, zeg maar, voor blackouts. Niet denken, gewoon doen. Niet, ja, nee, precies. Dat is gewoon. En niet bang zijn, zeg maar, voor een writersblok. Gewoon, dat is writersblok, moet je om lachen. Zitten, schrijven, niemand controleert je. Wat je schrijft, als jij het goed vindt, is het goed. Dat zegt Nico Dijkshoorn, dus is het zo. Ja, nou, okay. Bedankt voor het interview. Well, I'm not your baby, no more. So let you go and on, let you go and no score. Well, I'm not a baby, no more. With eyes full of sun. Except